Ik heb een maandje of zo geleden, rond de kerst, heb ik bij iemand een eikenhouten kastje gemonteerd. Waar de radio, de internetradio erop kon staan. Maar daaronder kwamen allemaal snoeren uit. En daar moest nog een afschermetje omheen, dat het een beetje netjes eruit komt te zien. Nou, de soort U-profiel, hè, dan eromheen. Nou heb ik dat hier een stuk gemaakt. Het frontje komt een stuk van de grond af, zo. En dan schort je zo, en hier een soort U, die er zo onder hangt, onder het kastje. En hier kunnen ze nog stofzuigen. En dan kan hier van alles erop geschroefd worden. Maar het punt is natuurlijk dat je dat... Ik wil dat een soort, net als een la, zo'n schuifsysteem maken. Dat je er zo onder dat kastje kan ophangen. En ik ga dit eerst nu lijmen, die U-kast, zeg maar. Even de U-kast. En dat heb ik nou klaargemaakt. Ik heb hier... Dit komt binnen, dat komt zo. Komt hier. En hier komt er nou één. Even kijken, dit is de binnenkant, komt die zo. Ik moet hier nog een kaakje hebben. Die zie ik nou niet. Maar goed, die pak ik dan wel even en dan lijm ik dat zo even in elkaar. En nu is die naad mooi dicht. En dan zien we dat wel als extra. Schroef ik wel met een paar schroefjes of zo erin. Nou kan die andere kant ook gelijk. Dit is de buitenkant, komt die zo. Zo een paar lijmklemmetjes. Dan mis ik hier ook weer een kaartje. Hier zo.
Nou. Dit voelt aardig stevig. Ik heb nog gewone stoelhoeken. Kan ik ook nog inschroeven. Dan... een paar kleintjes. Nee, dat zijn zo'n kleintje wel stevig zat. Dan heb ik hier vier van die dingen. Schroef ik er zo op dat dat extra versteviging geeft. Ja, dat gaan we wel doen. Roestvrijstalen schroefjes gebruiken. Want anders reageert het op het zuur van het eikenhout. Maar het belangrijkste komt nog. Als we dit nou willen ophangen onder dat kastje, dan wil ik hier een schuifsysteem maken. Dan wil ik ook even controleren of die nog haaks is. Niet helemaal. Die ook niet helemaal. Ik denk toch dat ik met die hoeken dat moet gaan forceren dat het goed komt. Ik maak hier een plankje tussen. Even kijken. Ik denk dat ik dat dit onderkantje dat helemaal dicht maak. Tenminste tot de helft, dat die snoeren er nog doorheen kunnen. Dat ik hier dan aan elkaar lijm, dat die recht blijft. Dus ik moet een plankje hebben van 45,8, als ik het goed zie. Nou, dan heb ik dit allemaal goed vastgeklemd. En dit ook zo naar binnen een beetje gebogen. Dat hij ook sterkte krijgt. Dat hij niet van de haak gaat. En later schroef ik hier nog een paar schroefjes bij. Dat hij op die maat blijft. Hier is lijm tussen. Hier is lijm tussen. Hieronder ook. Dus dat moet hem wel goed in zijn maat houden. En dan gaan we morgen daarboven dat schuifladensysteem erop maken. Ik maak hier twee aluminium hoekjes met de bovenkant gelijk. Laat ik eens even kijken in een schrijvenhaakje. Dit echt gelijk aan de bovenkant. Zo. Hier zit het schroefgaatje, daar hou ik hem vast. En dan kan ik zo een beginnetje schroeven. Kijk, en dan moet die hier. Zo. Precies gelijk. En dan maak ik hier een latje met zo'n sponnetje eruit dat hij net dat opklemt.
Zo, dan gaan we een lasje maken. Dat hier de dikte, een sponnetje, de dikte van dit aluminium. Dan kan ik dat er zo op de onderkant van het kastje schroeven. En dan kan dit als geleider. En dan kijk ik of dat lukt. Kijk, dat is goed. Maar een triplex plaatje, dat is de onderkant van mijn kastje. Ik schroef dit erop. Eind van het kastje. En dan gaan we kijken of die er zo op wil. Dus en dan kom ik zo met dit aan. En dan moet het er zo opgeschoven kunnen worden. Onder het kastje. Zo. En zo. Kijk, dan schuift hij een beetje zo op. En dan hangt hij. Oké, dan is hij klaar.